Nice lunch, man. Lars, je bent wel iets interessants aan het doen, denk ik. Water? Yes, man. Best lunch. Apple, ice cream, pindakaas. Die jongen vandaag lekker gewerkt? Ja. Moet ook nog geld verdiend worden, hè? Zeker. Maar helemaal klaar nu? Helemaal klaar. Oké, dus jij kan weer een heel weekje tegenaan of moet je morgen ook nog werken? Morgen even 2 uurtjes. Nee, een uurtje. Ah, oké. Nice, man. 7 hours later. Het is makkelijk. Welkom to India. We zijn een stukje door aan het vlogen. Lars, ik weet niet wat hij meemaakt. Ik ben benieuwd, ik heb hem nog nooit op. Dus. Maar het ruikt wel lekker, denk ik. Het ruikt goed. Ja. Goeie naambroodjes. Flinke naambroodjes. Hele lekkere naambroodjes. Nieuwe pet voor Dennis. Oh, ja, ik zou Tom in Hilvingers ook voor gaan. Ik denk, die is wel echt, denk ik. Pas hem eens. Die is wel vet. Zo. Goeie kleur. Dat is groot, of niet? Louter paardje, gast. Louter paardje. Dit is jouw kleur, Dennis. Dit is jouw kleur. Hij laat ze niet. Dit is jouw kleur, nee. Ik doe hem. Jij hebt helemaal zo'n hoekje. Hola, manos. Hola, cabrones. Wat gaan we vandaag doen? Shit. Wat gaan we vandaag doen, Lars? We gaan lekker naar een strandje. Heel mooi strandje, volgens mij. Dus, ik ben benieuwd, die ons ook nooit geweest. Dus, laten we verrassen. Oké. En dan gaan we gewoon even koffie pakken en dan gaan we de aardig appen. Zo. Dat is nieuw nieuws. Ja, dat is nieuw nieuws. We gaan 2 nachten naar Ayia Napa en dan gaan we lekker feest vieren en kijken hoe het daar is. Hebben jullie al een appartement gehuurd? Zeker, gisteravond nog op booking.com en Airbnb gekeken. Dan gaan we naar, hoe heet dat weer? Sunshine Apartments. Sunshine Apartments. Oké, daar weet jij meer over. Dat is Dennis zijn. Ik weet er niet veel over, maar ik weet wel dat Lars betaalt. En dat is goed. En ik had het eigenlijk allemaal naar wie betaalt wat hij zet. Dus iedereen betaalt gewoon lekker mee. Nice. Maar gaan we daar even kijken of daar nog leuke festiviteiten zijn. We zijn benieuwd wat er uitkomt en hopelijk komt er een leuk feestje. Oké, leuk. Ja, ik heb er nu al zin in. Wow. This looks cool. Please enjoy your lunch. Thank you. Dit is wel een breakfast, geen lunch. Breakfast. Ja, vuur er maar wat saus bij. Dan flink. Nou, welkom. Dit is het huisje. We zitten ergens tussen Pavels en Coral Bay. En kies voor neergaan. En ik laat jullie even het huisje zien. We gaan door deze schitterende houten deur. Nou, dan komen we hier binnen, meteen in de leefruimte. Beginnen we hier met niet het belangrijkste deel van het huis, het kantoor. Waar het geld verdient, de grote baas. Hier woonkamer. Met 1 druk op de knop toegang tot alle zenders. Niet onbelangrijk dat daar zit ook nog een airco. Is dat nodig in de weer? Keukentje. Zit Lars onder andere. Alle gemakken voorzien. Maar in dit grote huis moet je toch nog zelf afwassen. Even kijken wat we in de koelkast hebben. We hebben heel veel bier over. Maar dat komt vooral omdat we eten altijd buiten huis. En drinken doen we ook buiten huis. Nou. Dat was het voor beneden. Dan staan we ruim het toilet. Dat is
Is dat wel prettig? Een van de twee badkamers met toilet, douche, alle gemak voorzien. Ja, meer heb je niet nodig. Je moet gewoon douchen. Dan gaan we door de hal in. Slaapkamertje. Daar de master slaapkamer met nog een badkamer. En ja, zo zien de slaapkamers eruit. Met mooie kasten, bedje erin, natuurlijk ook nog een airco. En ja, hier hebben we dan het terras. Het terras sluit aan op twee slaapkamers. En ja, hier heb je eigenlijk een schitterend uitzicht naar de zee en naar de banana leaves. Opzommen, drie ruime slaapkamers, twee badkamers, maar we hebben nog meer, want we hebben namelijk een derde diepte. Dat is de dakterras, met alle installaties voorzien. Hier kun je mooi wegkijken. Daar is er ook nog. Zwembadje, vlondertje eromheen, kunstgras. En daar gaan we nu even bekijken. Nou, door deze schitterende schuifdeuren gaan we naar de achtertuin. Het hele huis voorzien van al die mooie schuifdeuren. Nou, kom je hier uit. Dit is het gezelligste deel van het huis. De grote tafel met 6 stoelen. Ja, dit is gewoon gezelligheid. Nou, lopen we even hierheen. Hier zie je de twee kruisende kolommen. Constructie van het huis. Er gebeurt niks mee. Hier nog een mooi tafeltje. Zit je... Het grootste deel van de dag zit je hier lekker in de schaduw. Nou, er is ook nog wel een plant in gedaan. Nog een mooie waaiende palmboom. Lekker houten vlonden. En natuurlijk een mooi zwembad. Nou, hopelijk hebben jullie genoten van deze house tour. Ja, ik heb er heel veel van genoten om hier te slapen. Maar ja, nu gaan we dus nog 2 dagen eens echt het nachtleven van Cyprus bezoeken. En dat is in Ayia Napa. Dus ja, daar heb ik ook heel veel zin in. En daar zitten we gewoon in een appartementje, maar dat mag de praat niet druk. Lekker, hè? En de zon. Heerlijk. Zo, daar zitten we in de auto. We zijn onderweg naar Ayia Napa. Ongeveer 2 uurtjes rijden. En dan gaan we 2 dagen hebben een nieuw appartementje om mee te zitten. Op het einde van de vakantie. Running up, being on serving. Bad bitch pushing on curving.
Aangekomen in Ayanapa. Appartementje voor komende 2 dagen. Super nice. Smart TV. 2 bankjes. Een klein balkonnetje. Met uitzicht op. Niet zo heel speciaal straatje. Keuken. Voorzien van alle gemakken. Water, wijn, snoep. Koffie. Ja, gewoon goed. Dan gaan we hier naar de slaapkamers. De officiële master bedroom. Kamertje met kasten, meer niet. Boys, I have to tell you something. Keep in mind, don't throw the paper in the toilet. Don't throw the paper in the toilet. But in the garbage bag. Okay, thank you, Lars. When I hear you, then I think perhaps I can better speak English than you. Ja, wastafeltje. Hele nice regendouche. You like it, hè? You like it? Ja, dit is echt super. Kastje om eventueel nog iets op te leggen. Dat was de badkamer. En hier tweede slaapkamer, kastenwandje, een breedbed en een hoogslaper met 2 bedden. Ook gewoon voorzien van goede airco's. En een leuke gimmick van het huisje. 4 dubbel glas, dus hier gaat de eerste eraan. En dan heb je hier nog een. Houdt alle hitte en alle geluid allemaal buiten. Terwijl jij hier lekker ligt te slapen. Goedenavond. We zitten in Ayanapa bij Frankie's. Met een heerlijk wijntje. Goed wijntje. Voetbal te kijken. Het eten is er. Lekker burgertje. Wat heb jij, Lars? Ook een lekker burgertje. Loaded, heet die. Lekker biertje erbij, Dennis ook. Een local draw biertje. Hij wil een lekker kipje. Lekker kipje. Ja, lekker. Is lekker, joh. En hoe smaakt de wijn, jongens? Ja, goede wijn. Ja, mooi. Huiswijn. Ja, smakelijk. Yoga. Leon, do you like your breakfast? Volgens mij roept ze cappuccino. Oh, nee. Ik zou even naar kijken. Does anybody want coffee? One cappuccino for me. Lekker hoor. Ja, daar stel je de honger wel mee. Beter dan dit vuilnisbakvoedsel. Ai, ai, ai. Dat is niet best, Leon. Zaten we natuurlijk binnen 2 minuten te staan. Oké. Okay. Zo, Dennis en ik samen in de taxi. We hebben Dion en Lars achter ons gelaten. Letterlijk. Drie rijen, hoe kom je erbij? He's a famous vlogger in the Netherlands. Yes. Yeah, you are from Holland? Yes, yes. From Holland. Really? Wow. So. I know Dutch people well. Yes. I live many years in South Africa. Oh. And they speak Afrikaans there, same with Dutch. They are Dutch. Do you know Dutch words? Yes. How are you? Hoe gaan dit? Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan dit? When you see a nice girl and then you say, you are lekker mokkeltje. Yeah, lekker. Lekker. Are you getting it over your head? Too sweaty. Nessie Beach. Achter die boot. Ja, dat hebben we hier gedaan. Very nice. Heel blauw water. Dat is mooi. Zo, allemaal weer gedoucht. Hallo. En hallo. Oh, hallo. Oké. Do you want me to sit? Yes. Naar de restaurant. Aangeraden door de taxi driver. Het is een tentje waar je vis kan eten.
Dus we zijn benieuwd. Het ligt buiten Ayanapa, een klein dorpje erbuiten. En blijkbaar gaan alle locals daarheen, dus beloofd lekker toe. All the people I took there, they were all of them. Yeah, really? Very, very happy. Skeptical Dennis. Yeah, now it's like a bit easier. Goed aan. Lekker visje eten. Ja, lekker zo. Dit riviertje heet de Liopetri River. En het komt eigenlijk vanaf de zee, is het eigenlijk een klein rivier die het land inkomt. En ja, het is helemaal natuurlijk. Een soort fjord. En ja, hier komen dus heel veel vissers om te vissen. En het restaurant waar we nu zitten, zit daar recht aan. Het schijnt echt een restaurant te zijn voor locals. Met hele lekkere vis. Dus we gaan het proeven. Lekker, Dion? Ja, ja, zeker. Experience? Ja, ik snap alleen niet waarom die dingen gefrituurd moeten worden. Ja. Jij pikt een graantje mee? Wat ja, zeker. Ik vind het wel een beetje bijzonder om even te proeven. Ja, lekker. Ik als genade liefhebber. Genade koning. Shrimp master. Ja, ik heb ook de king gewoon gesteld, hè, dus kijk hoe die zijn. Zo, hij heeft de serieuze erbij gepakt. Een lusje wel, hè? Mosterdille, denk ik. Zo. Een appel erbij. Ja? Rijst. Dikke zon. Hey, boy. Dennis open. Fucking dikke. Dikke zon. Ja, leuk, Stef. Dion, dikke. Hey, dickhead. Don't film me, mate. Look how good this is. Big shrimp. Nou, ze is het lekker. Ja, voldoet het aan alle mensen. Ja. Jong ook lekker? Altijd. Dennis, jij bent... Ik heb wel eens wat beters, maar... Wat zou dit kunnen wezen? Fresh Rose. Als iemand in de comments weet wat Rose is, dan mogen ze het melden, maar... Het schijnt traditioneel Cypriotisch te zijn, man. Edith Wouter geeft ons context. Goedemorgen, laatste dagje. Het is nu 10 uur en we zitten bij Gloria Jeans Coffees. En even een koffietje aan doen. En dadelijk nog even iets eten ergens. Waarschijnlijk gewoon halen. Dan gaan we nu van Ayanapa terug rijden naar Paphos. Naar het airport. En ja, de vlucht gaat om 2:30. Dus ja, we hebben nu gewoon een autoritje van 2 uur tegemoet en dan daarna zitten we op de airport. Doe nog een keer je paard, dan ga ik kijken. Hey, maatsko.
Bedankt. Hey, thanks for the great fun. Gezellige vacation. Die moet ik goed doen. En waar dan? Hey, geniet nog even. Hè. En wie nog meer? Oh. Dankjewel, jongen. Ja. Thuis. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je ervan genoten. Ik vond het een hele leuke vakantie. Cyprus is ook echt super mooi. Vergeet niet te delen, te liken en subscriben. En dan ben ik gauw weer terug met een nieuwe video.